Boerenbusiness reikt dit jaar voor de vierde keer de Agribusiness Award uit. Nou, en dat is een goede reden om eens te praten met de winnaar van vorig jaar. En dat is Lely met de Lely Sfeer. En hier aan tafel staat Sander Woestendenk, verkoopadviseur van deze Lely Sfeer. Sander, welkom. Dankjewel. Ja, vorig jaar de Agribusiness Award gewonnen. Wat heeft dat voor jullie opgeleverd? Hoe waren de reacties? Nou ja, de reacties waren natuurlijk hartstikke leuk en lovend wat dat betreft. En het is sowieso al mooi om bij de finale te zitten wat dat betreft. En dan als winnaar eruit te komen is natuurlijk helemaal super. En het geeft ook een stukje erkenning wat dat betreft. Dat je iets bedenkt en dat dan een onafhankelijke jury dan ook meegaat in het geheel. En dat als een heel goed initiatief vindt en dan ook nog de Boeren Business Award winnen. Ja, dat is natuurlijk super. Om nog even voor de mensen die het misschien nog niet helemaal weten. De Lely Sfeer in het kort. Wat is dat? Nou, de Lely Sfeer is een systeem wat eigenlijk zorgt voor een betere bemesting als het ware. Wat we met name doen bij het maken van de emissie maken bij meststoffen. En wij leggen als het ware de traditionele kelders leggen we dicht met RVS-strips. En dan scheiden we als het ware de mest, zodat je eigenlijk twee meststromen krijgt die je beter kunt bemesten. Dat is ook eigenlijk de reden waarom dat de Lely Sfeer een aantal jaren geleden bedacht is. Om verschillende meststromen te creëren. En wat we daarna doen is ook de ammoniak afzuigen als het ware. En dat omzetten in een circulaire meststof. Ja. Zodat de boer eigenlijk minder kunstmest hoeft aan te kopen. Ja. En vooral het laatste, hè, dat afzuigen van die ammoniak, dat heeft wel de nodige aandacht gehad wat dat betreft. Ja, dat heeft inderdaad de nodige aandacht gehad. Ja. Maar hoe loopt de marktintroductie op dit moment? Het verleden jaar is hij geïntroduceerd eigenlijk. We zijn een jaar verder. Hoe gaat het met de Lely Sfeer? Ja, het gaat ook heel goed. Inderdaad, vorig jaar is hij geïntroduceerd. En hij is nu ook gewoon in de markt wat dat betreft. We verkopen hem volop wat dat betreft. En we hebben enkele tientallen bedrijven inderdaad ook al verkocht. Dus we zijn goed met de verkoop bezig. En het is ook wel leuk dat je daar even naar vraagt. Maar hebben wij nog weer een gebruikersbijeenkomst gehad bij ons op de campus. Waar we al gebruikers bij elkaar hebben gezet. En ja, de mensen zijn allemaal heel enthousiast over het systeem. Ja, want wat zijn eigenlijk de meest gestelde vragen onder melkveehouders over het systeem, als ze hem willen aanschaffen? Op welke reden schaffen ze hem aan? De meeste vragen zijn van, kan het op mijn bedrijf? En ja, dat is juist wel het mooie, want bijna 90% van de melkveebedrijven heeft nog steeds traditioneel roosters. Dus het kan bijna op elk bedrijf, kan het wat dat betreft. Dus ja, dat is de meeste vraag die we krijgen. En wat bespaart het me dan? En wat verwachten jullie dan wat het voor mij op gaat leveren? Dat zijn met name de vragen die naar behoren komen. Ja, want er wordt vaak gedacht, en dat was ook op het testbedrijf van Lely. Eigenlijk moet heel het melkveebedrijf Lely geëquipeerd zijn, om het zo te noemen. Maar dat is niet zo wat ik jou hoorde. Nee. Dit staat eigenlijk helemaal los daarvan wat dat betreft. Dus je bent niet verplicht om allerlei producten van Lely te hebben. Je hebt natuurlijk wel, het bestaat uit verschillende onderdelen. Hè. Je hebt de Lely Discovery Collector, de mestrobot, de opzuiger, die is waar de mest opzuigt, wat een onderdeel van de sfeer is. En met name de encapsules die de kelderlucht afzuigen. Ja. Ja, want nu gaan we het net al even over. Jullie geven aan met de Lely Sfeer kan je 70% van je stikstof of van je ammoniakuitstoot reduceren. Is dat voor veel melkveehouders ook de reden geweest om het systeem aan te schaffen? Of is dat echt die bemesting waar je het zelf over hebt? Op dit moment horen we heel veel van bedrijven die al hebben aangeschaft. Inderdaad, dat de bemesting met name het meer van je land af kunnen halen. En dat is ook een beetje de achterliggende gedachte van hoe kunnen we eigenlijk meer van ons eigen meststoffen gebruiken en zelf kunstmest maken, maar ook de urine en de feces apart bemesten. Ja. Dat we meer eiwit van ons land kunnen halen. Dat is eigenlijk voor heel veel mensen wel de hoofdreden. Alhoewel, ja, nu komt natuurlijk de stikstofproblematiek komt wat naar voren. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat ook met een RAF-erkenning voorlopig van 3,6, dat we daardoor ook redelijk wat aanvragen gaan krijgen. Ja, want toen werd vaak gedacht, het is een vrij prijzig systeem als ik dat mag stellen. Moet ik zoveel betalen om die stikstofuitstoot te reduceren? Maar jij geeft in feite aan, ook met de bemesting, met die bemestingsstrategie, kan je het ook gewoon als bedrijf rendabel maken. Ja, dat is wel het idee achter het systeem. Alleen kosten, daar hebben de boeren niet meer aan. We willen nog graag opbrengsten zien. En dat staat ook, Lely ook wel onbekend, dat we eigenlijk willen ook zorgen voor dat het in ieder geval voor de boeren geld oplevert als het ware. Dus dat is een beetje de achterliggende gedachte. Door de verschillende meststromen, minder kunstmest aankopen. En wat ook heel veel gebruikers nu aangeven, en dat is ook wel leuk om te noemen, is dat je ook geen ammoniaklucht meer in de stal hebt. Wat zorgt voor
een fijner en gezonder klimaat, zowel voor de koe als voor de mens. Ja. Kijk, en dan ruik je kleren tenminste ook niet meer naar als je binnenkomt. Nee, wat dat nee. Betreft, ja, dat klopt, ja. Een ander onderdeel van het winnen van de Boeren Business Award was een vervolgtraject met ABN AMRO, die met raad en daad bijstonden in die sfeer. Hoe hebben jullie dat ingevuld? Er is een bijeenkomst geweest met de ABN AMRO. En we zien gewoon dat het algemene bankaire Nederland, dat die positief zijn over de ontwikkelingen die gaande zijn. En we zijn met elkaar aan het kijken op welke manier dat we daarin kunnen steken. Ja, en ik roep met name hun ook toe van kom naar voren en laat zien dat wij met z'n allen de boeren willen helpen. Ja, want wat is jullie verwachting voor de komende jaren met Sfeer? Dat wordt nu aardig verkocht. Hoe gaat dit de komende jaren uit de rol? Wij verwachten dat wij een van dingen zijn die we... Waardoor de boeren eigenlijk goed door kunnen, zeg maar. Mm-hmm. We zijn het niet alleen. Nederland is een innoverend land wat dat betreft. Er zijn meerdere innovaties die de boeren als het ware kunnen helpen, waarvan wij de één zijn. Ja, wij zijn echt aan het opschalen. We zijn de nieuwe fabriek bij Lely is bijna klaar. En in die nieuwe fabriek zal ook de Lely Sfeer gemaakt worden. Dus we zijn aan het opschalen, we zijn er klaar voor. Een vraag die er altijd bij hoort, als we een interview hebben met iemand van Lely, van staan er nog innovaties op de rol? Komt het dan vandaan? Er zullen ongetwijfeld weer nieuwe innovaties weer op de rol staan en komen eraan. Welke innovaties dat precies zijn, ik denk dat we dat nog even voor ons moeten houden en gaan houden wat dat betreft. We gaan ons eerst met name hier op focussen, op de Lely Sfeer. Maar Lely is een innovatief bedrijf. Dus we zullen ongetwijfeld in de toekomst weer van Lely gaan horen dat er weer nieuwe innovaties zijn. Ja, dus dan is even afwachten of jullie voor dit jaar ook nog meedoen met de Boeren Business Award. Ja, dat is nog even afwachten. Ja. Oké, nou Sander, dank voor dit gesprek. Nou, prima. Wil je ook meedoen aan de Boeren Business Award voor dit jaar? Met een innovatie die goed is voor de portemonnee van de boer. Dat is een voorwaarde. Schrijf je dan in en kijk op boerenbusiness.nl/award. Tot de volgende keer.